We staan hier in de Molen, de Star en Bovenbrug. Bij me staat de voorzitter Henk Deustema. Henk, jullie hebben een project voor de molen. Jammer genoeg, tijdens deze dag staat die stil. Is in restauratie, heb ik begrepen. Ja. Maar jullie volgende project is eigenlijk wat anders. En dat is hierop. Ja, dit is een meelkuip. En de meelkuip is eigenlijk een onderdeel van de maalstoel. En de maalstoel, dat zijn eigenlijk de twee stenen die daar liggen. Die twee stenen die dan op het fundament staan. En de meelkuip gaat er overheen. En het leuke van die maalstoel is, dat is eigenlijk om het beeld weer van onze molen compleet te krijgen, is dat die via een dieselmotor wordt aangedreven. En daarvoor moeten we buiten een huisje bouwen, een molenhok bouwen, waar een dieselmotor in komt te staan die stenen in beweging brengen. Die stenen, één steen. Hè? Altijd ja. De loper komt in beweging en de ligger die blijft liggen. Dus met andere woorden, jullie doen mee en iedereen kan stemmen en moet eigenlijk stemmen. Ja, ja, ja. Voor die prijs die jullie graag in de wacht willen geven, dat jullie dit project versneld kunnen uitvoeren. Ja. Ja, we hebben dit ding al. En gewoon omdat we het met het oog dat het over een jaar of 10 eigenlijk dan pas geïnstalleerd zou zijn. Maar als we die prijs kunnen krijgen, kunnen we dat in 1,5 jaar realiseren. En dat heeft dus het voordeel dat dan ook al ouderen en bejaarden en mensen die de trap niet op durven omdat ze hoogtevrees hebben. En invaliden het maalproces kunnen volgen omdat ze op de begane grond kunnen blijven. Nou, ik denk dat we eventjes wat verder gaan kijken. We weten nu waar het om draait. Ja. De actie. Waar het om draait. Er is jullie zijn bij de laatste vier van de molen. Ja, we zijn genomineerd. En eigenlijk heerste in januari, februari hebben we dat geconcretiseerd om dat plan te maken. Maar er heerste eigenlijk een beetje een stemming. Oh, dat lukt ons toch niet. We worden toch niet genomineerd en we krijgen het toch niet. Het gaat altijd naar het westen. Ja. Zo. En dan denk je na. Waarom gaat het dan naar het westen? Dat heeft gewoon te maken, daar wonen meer mensen. En meer mensen, die krijgen meer stemmen. Maar als wij zeggen van, hebt u al gestemd? Wil u ook uw familie en eigen netwerk aanspreken om op Molen de Star te stemmen? En als de familie zegt, ja, maar wat is die star nou voor een molen? Die heb ik nog nooit gezien. Nou, laat ze maar komen op zaterdagmorgen. We leiden ze wel rond, net zoals we jullie rondleiden. Nu komen we verder aan, stemmen. Ja. Iedereen moet eigenlijk stemmen op de Star. Ja. Uiteraard. En hoe kunnen ze dat doen? Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig. Op je computer www.molenprijs.nl. www.molenprijs.nl. En dan Molen de Star. En dan Molen de Star, ja. Nou, Henk, we wensen jullie ontzettend veel succes. En laten we hopen dat jullie die prijs van 50.000 binnen kunnen halen. We doen ons best. En kunnen jullie snel aan de slag. Ja, dankjewel.